Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaat mijn video over mijn afvalverhaal. De reden waarom ik deze video film is omdat ik best wel veel berichten had gekregen onder mijn vorige video. Heb je die nog niet gezien, zou ik hem hier of daar een van de twee linken. Dan kan je hem alsnog zien. Best wel veel vragen over waarom ik zo eet en dat ik best wel veel weinig eet. En anders zeggen we dat ik best wel veel eet en enzovoort. Dus ik dacht, laat me even alles ophelderen. Voordat ik ga beginnen, vind je deze video leuk? Vergeet dan geen duimpje omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door hieronder te klikken. Onder te klikken? Ja. Voor de nieuwe kijkers, hoi, mijn naam is Merilou Damien. Ik upload video's 2 keer in de week over mijn moederleven en mijn eigen privéleven. Dus vind je dat leuk? Vergeet dan zeker niet te abonneren. Nou, laten we maar gewoon meteen beginnen. De reden waarom ik deze video film is omdat ik vroeger dik was. Stevig. Ik was stevig, niet. Stevig, dik, I don't know, iets in die richting. Ik was het gewoon. En dat heeft me echt heel lang, was ik daar super onzeker over. Vooral op die leeftijd, ik ging naar het eerste, hè, van de basisschool naar het eerste. Dan ben je echt, beginnen al die hormonen te werken, zeg maar. Weet je nou wat ik bedoel? En dan ben je eigenlijk al onzeker over het feit dat alles begint te groeien. En je tietjes begint te krijgen en blablabla. Voor mij was dat wel echt heel naar. Ik moet nog wel zeggen, dat vond ik terugkijkend wel super grappig. Want ik ging een keer met mijn moeder naar zo'n bijeenkomst voor een maagverkleining. En ik dacht, dat wil ik. Ik wil gewoon heel snel afvallen in zo'n min korte tijd. Dus op een gegeven moment, ik mijn moeder gezeurd. Maar mijn moeder zei al, Mer, dat kan helemaal niet. Ten eerste ben je daar veel te jong voor. Ten tweede heb je niet zoveel overgewicht dat je dat... Maar ja, alsnog, ik bleef doorgaan. Want ik was zo wanhopig en ik wist niet meer wat ik moest doen. Dus uiteindelijk heeft ze een afspraak gemaakt. En die vrouw zei precies hetzelfde tegen mij. Mer, alsjeblieft, je moet gewoon gaan sporten en wat minder gaan eten. Dus heel veel moeite gedaan voor eigenlijk hetzelfde antwoord als dat mijn moeder me al gaf. Maar ik vind mijn moeder heel lief dat ze me alsnog mee heeft genomen om weer dat te horen te hebben gekregen. Maar ja, dus zo onzeker was ik dus, om even aan te geven hoe onzeker ik was. Dus ja, ik ging naar de middelbare en... Oh ja, en voordat ik echt helemaal into the story ga, vind ik natuurlijk altijd dat je echt altijd naar je eigen lichaam moet luisteren. Je moet nooit... één op één video's overnemen. Niet mijn video, niet andere video's. Gewoon altijd naar je eigen lichaam luisteren en wat werkt voor jou. Daar ben ik wel heel erg achter gekomen gedurende de jaren. Ik had het niet in mijn vorige video gezegd, omdat ik er toen niet zo over nadacht. Een berichtje van iemand gekregen. Daar moest ik haar wel een punt in geven dat ik dat wel wat meer mag zeggen. Inderdaad, dat het echt persoonsgebonden is. Ik weet in die tijd dat het voor mij ook heel erg persoonsgebonden was, want ik heb ook zoveel diëten geprobeerd waarbij anderen zeiden dat ze daar echt 10 kilo van afvielen. En ik dacht van, nou ja, ik weet niet hoor, maar ik voel me alleen maar suf, zwak en misselijk. En er gaat geen gram van af. Dus inderdaad, het is echt heel erg persoonlijk. En als je wil afvallen, zal ik je altijd aanraden om hulp te zoeken bij een diëtiste of iemand die je echt verder kan helpen. Want ik ben zeker geen professioneel. Het enige wat ik van mezelf weet, is dat ik heel veel jaren ervaring heb met mijn afvalverhaal. Dus... voor mij, ik weet nu wat voor mij werkt. Heel lang heeft dat geduurd voordat ik erachter ben gekomen. En met struggles en met opstaan en met vallen en met huilen en met janken en met enzovoort enzovoort enzovoort. Dus ja, daarom weet ik wat voor mij werkt. Maar het heeft tijd gekost. Nee, sowieso moet ik als eerst zeggen dat ik het woord diëten echt misselijkmakend vind. Ik vind, voor mij hè, niet meteen boos worden op mij. Voor mij is dat zo omdat het in mijn hoofd is het iets tijdelijks en dat... doe je nu, dan ga je dus heel erg opletten op wat je eet. En wanneer je af bent gevallen, ga je weer je oude levenspatroon oppakken. Maar je oude levenspatroon stond gelijk aan het heel veel eten. Dus voor mij is het dieet niet echt een dieet, het is echt een levensaanpassing. En ik heb er ook voor gekozen om de lange termijn te nemen. Dus niet te gaan crashen in één keer, maar echt de tijd voor te nemen. Ik ga je dadelijk uitleggen hoe ik dat dus heb gedaan. Waar ik me het beste bij heb gevoeld al die tijd. Oké, dus in het middelbare was ik echt dik. Ik was gezet, ik had een dikke hoofd. Ja, ik was gewoon chubby. Ik noem het chubby. Ja, ik was ook niet echt aantrekkelijk toen. Ik had ook geen vriendjes. Waarom al mijn vriendinnetjes wel vriendjes kregen. Maar vriendjes, gewoon weet je, dat je verliefd op iemand bent. En ik had nooit echt iemand die verliefd op mij was. Dus daar baalde ik best wel over. En je had zeg maar twee kanten waar je op kon gaan. Je kon of heel erg in je eigen wereldje gaan leven. Omdat je dus overgewicht had. En heel erg eenzaam voelen en alleen. Of je kon heel erg rebels worden. En ik deed het tweede. Ik werd heel erg rebels. En ik werd heel erg ondeugend. Ik luisterde naar niemand. En het was mijn leven. En ik leefde mijn leven zoals ik het wil. En niemand moest wat tegen mij zeggen. Ja. Dat deed ik dus alleen maar omdat ik echt vet onzeker over mezelf was. En dat ik er dus totaal niet blij mee was hoe ik eruit zag.
Dat was het hele punt. Dan gaan we even heel, heel ver naar voren skippen. Want uiteindelijk werd ik zwanger van Alessio. En zoals jullie weten was ik heel erg jong zwanger. Kon ik helemaal echt van God los te gaan. En begon ik echt alles te eten wat ik wilde eten. En ik had een super verslaving, een super craving naar suikerspin. Ik vond dat zo lekker. En nou, ik had iedere dag altijd wel bijna suikerspin. Vet slecht. Ik was ook een beetje depressief in die tijd. Dus ik heb thuis gezeten, gegeten en ja, lam en ellendig voelen. Terwijl dat juist eigenlijk een hele happy periode moet zijn, voelde ik mij dus echt totaal niet happy. Oké, dat gezegd hebben. Toen was een lesje er en toen begon ik ineens af te vallen. En de reden waarom ik begon af te vallen is omdat ik heel vaak heel veel meer water ging drinken en veel meer ging bewegen. Ineens kreeg ik een huishouden, ineens kreeg ik verzorging van een kind, ineens kreeg ik allerlei dingen die ik zelf moest doen. En voorheen deed mijn moeder dat allemaal. Ik ben best wel verwend. Toen ik klein was, dus ik hoefde bijna niks zelf te doen. En mijn moeder deed alles voor mij. En als je dan ineens op jezelf gaat, een kind krijgt, je eigen huis, dan komt alles ineens zo keihard dat je denkt, wow, zelf koken, zelf dit, zelf zo, zelf alles wat je zelf doet. En ja, toen begon ik af te vallen, toen begonnen mijn kilo's eraf te gaan en toen dacht ik, hey, dit is wel een goede shit. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga nog even een stapje verder. Ik ga wat beter eten ook. Nou, toen dronk ik al heel veel water. Toen ging ik ook nog beter eten. En toen ging ik nog meer, na de dagelijkse dingen die ik thuis te doen had, ging ik ook nog eens een keer sporten. Oké, dus dat ging echt supergoed. Ik viel hartstikke veel af. En ik sloeg natuurlijk weer door daarin. Ik dacht, ik heb uiteindelijk de smaak te pakken, weet je. De smaak te pakken van afvallen. Dus ik ga door, ik ga door, ik ga door. Op een gegeven moment woog ik nog maar 49 kilo. En ik was 1,60. Dus dat is voor mij veel te weinig. Ik weet dat er sommige vrouwen zijn van mijn lengte die dat een fijn gewicht vinden. Nou, ik vond het niet, want ik kon niet slapen. Mijn botten deden pijn als ik erop lag. Nee, ik voelde me gewoon niet happy. En ik wilde ook nooit echt heel erg dun worden. Ik wilde gewoon weer lekker in mijn vel zitten. Ik wilde gewoon weer goed voelen. Dat was mijn doel. Mijn doel was niet dat ik, wanneer ik dun ben, dat ik mezelf dan ineens helemaal accepteer. Nee, mijn doel was dat ik weer gewoon gelukkig was met als ik in de spiegel keek, met wat ik zag in de spiegel, met mijn figuur, hoe mijn kleren stonden en hoe ik mezelf voelde. Dat was mijn doel. Dus daarna ben ik weer teruggekropen naar de 55 kilo. 55 kilo is mijn gewicht waar ik me gelukkig bij voel, waar ik me happy bij voel. En het schommelt van 55 tot 58. En ik heb voor mezelf gezegd, de grens is 53 en niet boven de 60. Dus niet onder de 53 en niet boven de 60 kilo. Dat is een beetje, dan heb ik gewoon lekker speling. En als ik dan een keer bijvoorbeeld de kerstdagen eraan komen, dan kan ik ook even lekker YOLO gaan. Dus dat was even mijn verhaal heel snel in een notendop. Ik heb best wel, ups en downs gehad in mijn gewicht. Dus het ging goed, het ging niet goed, het ging goed, het ging niet goed. En op algemeen gaat het nu gewoon hartstikke goed. En ben ik tevreden met hoe ik ben, hoe ik eruit zie en hoe mijn lichaam is. Maar, er komt een maar, het is geen negatieve maar. Ik ben wel aan het sporten om alles strakker te krijgen. Want na twee kinderen is mijn buik gaan hangen. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon weer lekker alles strak hebben. Punt is dus dat ik tot de dag van vandaag nog steeds bezig ben met eten. Niet zozeer in een hele extreme vorm. Maar een voorbeeld. Als ik een cakeje heb gegeten, dan ga ik die avond niet nog iets anders snacken. Of als ik al de hele dag best wel fout heb gegeten, dan zorg ik dat ik de volgende dag best wel oplet met wat ik eet. Dat is eigenlijk een systeem dat is helemaal in mij gaan zitten nu. En dat is zeg maar mijn lifestyle. Waar ik me ook goed bij voel hoor, overigens. Ik weet gewoon als ik iets eet, dan weet ik gewoon oké, maar de volgende dag gewoon even wat rustiger aan. Wat meer water en prima. Ook echt heel fijn vind is dat ik mijn eten plan. Ik plan wekelijks boodschappen. En gedurende die hele week plan ik al mijn avondeten, wat ik de dag ga eten. En ook mijn lunch wat ik die dag ga eten. En ontbijt varieert nogal. Het is sowieso wel dat ik havermout, brood, yoghurt. Oh, sorry. Ik had een boer. Amandeljoghurt, kokosjoghurt, noem het maar op. Volle yoghurt, wat je wil, met noten en fruit en alles erop en eraan. Ja, dat is een beetje mijn ontbijt. Dat is wel drie vaste dingen en dat wissel ik af. Soms doe ik havermout anders koken dan andere keren. Of dan gebruik ik ander fruit erop dan andere keren. Maar ik wissel het wel in die drie dingen af. En wat me ook heel erg goed heeft geholpen is een app waardoor je je calorieën kan bijhouden. Hier kan je precies zien wat je nodig hebt en wat je kan eten en hoeveel de calorieën in zit. Maar let op, dit is ook weer niet voor iedereen. Ik heb om me heen gezien dat er sommigen echt in doorslaan en dat ze dan te veel op die calorieën gaan zitten. En dat is ook niet wat je wil. Dus als je jezelf een beetje kent, voor jou het handigste is. En dat is lastig als je heel jong bent.
Dus, maar ja, ik wil het niet promoten. Dat wil ik niet. Je moet gewoon echt kijken wat voor jezelf werkt. Dus vandaar, voor degene die mijn video's hadden gezien, wat ik op een dag eet, is dat gewoon goed voor mij. En dat is niet wat ik iedere dag zo eet. Ik heb nu gewoon een dag uitgekozen, uitgebreid de tijd neem om mijn lunch en mijn ochtendeten en alles te maken. Maar ik heb ook wel dagen dat ik gewoon cheat. Alleen zoals ik net al zei, als ik cheat, dan ben ik me daar wel heel erg van bewust. En dan weet ik wel dat ik het daarna rustig aan moet doen, of dat ik niet aan één hele dag door moet gaan cheaten. Maar ik eet ook slechte dingen. Ik eet niet alleen gezonde dingen, ik eet ook echt slechte dingen. Ja, maar zolang je je balans weet, vind ik dat oké, weet je. Dat je gewoon daar je eigen weg in moet vinden. Ja, als je te gezond altijd maar bent, is het natuurlijk hartstikke goed voor je lichaam. Maar ja, je geest wilt ook wat, denk ik dan. Ik weet niet of dat een excuus is, maar je snapt wat ik bedoel. Het is gewoon lekkerder. Af en toe lekker cheaten. En vooral als je lekker een filmavondje hebt. Of je hebt vrienden langs. Of weet ik veel wat. Dan is het gewoon heerlijk om lekker af en toe lekker vette kaasjes en wijn. En weet ik veel wat. Ik noem even wat gewoon hoor. Ik ben moeder van 2 kinderen. Ik wil gewoon dat mijn figuur zo lang mogelijk goed meegaat. Zoals heel veel mensen van mij weten, wil ik altijd zo jong mogelijk eruit blijven zien. Nou, niet te jong dat ik op een baby lijk. Maar ik snap wat ik bedoel. Dat ik gewoon niet snel verouder. En zoals ik nu eet, ben ik ook echt super happy met mezelf. Ben ik blij met de balans die ik heb gevonden. Als ik mezelf vergelijk met toen de tijd dat ik dik was. Ja, was ik eigenlijk best ongelukkig. Nu ben ik wel blij met hoe ik eruit zie. Hoe mijn lichaam eruit ziet. En hou ik echt super veel van mezelf. Ja, ben ik gewoon trots op mezelf. Dat was het doel wat ik toen de tijd wilde bereiken. En dat kan ik nu wel zeggen dat ik dat nu echt wel bereikt heb. Ondanks dat ik sport en dat ik wel dingetjes zou willen veranderen. Ik wil nog niet zeggen dat je minder van jezelf houdt. Ik wil gewoon altijd het beste uit mijn leven halen. Het beste uit mezelf halen. En dat geldt ook in mijn figuur, in wat ik eet en ja, dat soort dingen. Zo, ik heb echt heel lang lopen lullen. Oh ja, echt heel lang. Maar ja, ik wil nogmaals zeggen dat wanneer je zelf op dieet gaat, of dat je zelf problemen hebt met je dieet, of dat je niet weet hoe je het moet aanpakken, dat er altijd zoveel hulp beschikbaar is en dat je dat beter kan doen dan dat je 1-op-1 iemand anders eetpatroon of levensstijl gaat overnemen. Want zoals ik al zei, wat voor mij past, wil nog niet zeggen dat het voor een ander past. En plus, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat je gewoon de tijd neemt. Ik ben sowieso geen voorstander van crash diëten. Hoe zeg je dat? Het duurt heel lang voordat je dan afvalt. Maar als je dan afvalt, dan blijft het ook langer goed. Heel snel in één keer. Ik weet dat ik dat heb geprobeerd. Ik val dan altijd weer terug. Het oude eten, wat dus eigenlijk niet goed is. Dan val je wel heel snel 3 kilo af. Maar ja, je komt ook weer heel snel aan. Ook, ik ben vrijgelaten. Ik mag weer. Voor mij werkt dat niet. Maar dat is ook weer heel erg persoonsgebonden. Werkt dat voor jou, dan weet je, prima. Dus ja, en dat is alles in elkaar. En dat is alles gezegd te hebben. Wat ik ervan vind. Dus wat voor mij heel erg heeft geholpen, is gewoon heel veel water drinken. Meer bewegen. En bewegen kan ook zijn gewoon wandelen buiten. Opruimen, schoonmaken. Beetje dat soort dingen. In huis rommelen. Dat is ook bewegen. Op je eten letten. Zoals ik al zei, die app heeft mij heel goed geholpen. Wat je dan bij kan houden. Dus die drie dingen bij elkaar. En als laatste, als vierde, je eten plannen. Punt. En dan geen snacks meer. Nee, grapje. Dus ja, dit was alweer het einde, denk ik. Ja, ik heb verder niks meer te vertellen. Dat was mijn afvalverhaal. Of heb jij nog meer tips of ideeën over afvallen? Zet ze dan hieronder in de comments. Misschien dat andere mensen er ook nog wat in hebben. Zodat we elkaar kunnen helpen. Nou, dan zie ik jullie bij mijn volgende video weer. Dinsdag komt er weer een vlog online. En dan vertel ik waarom ik ineens weg was. Sorry daarvoor. Ik had niet zomaar ineens weg moeten gaan. Maar ik had daar wel mijn redenen voor. Maar dat zeg ik dinsdag. En zoals jullie dinsdag weer kijken, dan ben ik super happy. En dan zie ik jullie dinsdag bij mijn volgende video. Doei doei!